Ik ben benieuwd, wanneer jullie kennen elkaar vanuit Oslo. Wanneer zijn jullie voor het eerst echt bezig gegaan met muziek? Met elkaar? In de, zeg maar, de hoedanigheid van de Oslo Possie in 89. En daarvoor? Daarvoor rapte ik bij de Funky Fresh Force, een Engelstalige hiphopgroep. Wat ik samen met DJ Dof deed, onder andere. En ja, op Nederlandstalig gebied was ik alleen een beetje aan het rommelen. En niet eens eigenlijk zozeer met demo, maar meer in boekjes grappige dingen schrijven en uitproberen. En op je bestaande beats? Ja, want mijn neef IJsmok, die had een stereotoren thuis. Die had hij van zijn zuurverdiende krantenwijkcentjes gekocht. En daar zat een plug in voor een koptelefoon. En dan kon je dus ook een mic kon je erin pluggen. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat als je gewoon een plaat opzette op vinyl, dan zat er dan zo'n functie op, dan kon je een cassettebandje, kon je, zeg maar, daar kon je de plaat mee opnemen. Maar als je tegelijkertijd een mic inplugde, nam je dus en de draaitafel en de mic tegelijk op een cassettebandje. Okay. Dus toen dachten wij van, hé, dat is een makkelijke manier om leuke demo's te maken. En dat je gewoon platen van Ja, 12 inches van Mikey D en de LA Possie en Mellemel en zo. En Houdini en de Fat Boys, dat soort dingen. Dus we zetten gewoon beats op en gingen er gewoon een beetje bij rappen. En het was eigenlijk een beetje in diezelfde tijd dat de house scene heel erg aan het opkomen was. En Dof, die dus, zeg maar, mijn hip-hop DJ was van de Funky Fresh Force, die ging zich steeds meer richten op die house scene. En ik vond het helemaal niks. En ik begon juist net een beetje met metal de smaak te pakken te krijgen. En ik had heel erg de behoefte om hip-hop op een originele manier te maken. Met meer metal invloeden, want dat gebeurde helemaal niet. Weet je. Dat was wel vrij bijzonder. Dus in dezelfde tijd kwam ik eigenlijk Robin tegen en... Waar kwamen jullie elkaar tegen? Nou, we zagen elkaar eerst op een schoolfeest. Ja. Want zijn neef, die zit bij ons op school. En, Arthur en Marco zaten bij elkaar in de klas. Ja, dus mijn broer en zijn neef zaten bij elkaar in de klas. Welke school was dat? Dat was alles G toen. Okay. En nu Kallend Lyceum. Ja, dat is gewoon ons dorp. En we hadden schoolfeesten elk half jaar. En daar kon Marco een introduceren meenemen, dat was jij. Ja. En wij hielden eigenlijk allemaal van hip-hop op ons school. Dus ja, dan klik je toch een beetje wat samen en je ziet elkaar. En daar ontmoette ik hem voor het eerst inderdaad. Ja, hadden jullie ook een keer gezien met die graffiti-wedstrijd volgens mij? Ja, klopt. Dat was in de OSG zelf. Ja, bij het tekenlokaal. Klopt. En jouw broer en jouw neef waren al vrienden van elkaar? Ja, dat waren Maar die waren ook vrienden, zeg maar. Ja, okay. Want wij kennen elkaar eigenlijk via Marco en Arthur. Ja. Nee, maar ik bedoel, niet dat je op een gegeven moment elkaar tegenkwam, maar zij waren gewoon ook al vrienden met z'n tweeën en toen kwamen jullie daar. Dat is mij wel, ja. Ja, zeker weten. Want mijn broer heeft ook die eerste tape gehad, waar zij die tape die zij op hebben genomen met die koptelefoon en met die platen, okay. die heeft hij gehad en die heb ik gehoord toen, van mijn broer. En was je toen al bezig met beats? Of? Ik was wel bezig met muziek maken, ja. Ja. Maar dan op traditionele manier of ook met beats of gewoon met gitaar? Nee, ik had een Commodore 64, een hele oude handcomputer was dat. Die kon eigenlijk geen moer, maar een paar piepjes voorbrengen. Toen heb ik een sampler gebouwd daarop. Dus dat was eigenlijk een bouwtekening. Heb ik helemaal in elkaar gesoldeerd en zo. En daardoor kon die, zeg maar, basses en snares afspelen. Dat is eigenlijk gewoon een hele lage vorm van een oude drumcomputer, zeg maar. En daar ben ik mee aan de slag gegaan eigenlijk. En, eigenlijk was ik ongeveer 2 jaar bezig voordat ik met Pascal ging werken. Okay. Daarvoor. En wat trok jullie in elkaar aan? Nou, wat ik wel cool vond is dat ik stond eigenlijk net op het moment om verder te gaan met die Nederlandstalige rap. En met Dof ging het allemaal steeds moeilijker. Dus omdat hij bijna al zijn tijd aan housemakers aan het spenderen was. En ik zocht iemand die gewoon echt een beetje meer experimenten wou doen met de echte roffe muziek. En Robin die ging er wel voor, die wou gewoon echt hardcore beats maken, echt hardcore hip-hop. En toen dacht ik op dat moment al van, nou oké, ik wou niet meteen helemaal nokken met Dof. Dus ik denk van, dan blijf ik Engelstalige teksten met Dof opnemen. En dan doe ik die Nederlandstalige teksten vanaf nu met Robin. En dat is eigenlijk het moment dat er een soort hele natuurlijke splitsing plaatsvond. En met Dof verwaterde het eigenlijk een beetje op muzikaal vlak. We gingen steeds minder Engelstalige nummers opnemen.
En tegelijkertijd ging ik steeds meer Nederlandstalige nummers schrijven. En voor we het eigenlijk wisten, zaten we in de zomer van 89 voor het eerst allemaal bij elkaar een demobandje op te nemen met vier of vijf nummers of zo. Ben je nog maar er zat ook nog een periode ertussen dat we samenwerkten met Dof. Het eerste demootje hebben we daar nog opgenomen. Hebben we nog bij Dof opgenomen. Ik heb zelf ook nog muziek, daar ben ik weer met Dof in contact gehad. Ik heb ook nog muziek met Dof gemaakt, maar inderdaad, hij wilde steeds meer zeg maar die house muziek maken. Dus eigenlijk is het gewoon zo gegroeid. En wat was het eerste nummer waar jullie op een gegeven moment zelf met onze positie hadden, hé, ja, dit is wat? Nou, we deden eigenlijk vier nummers tegelijk zo'n beetje. Dat was Bier, Moordenaars, Hardcore en Osdorp Stijl volgens mij. Dus toen hadden jullie voor het eerst zoiets van nou... Dit is Kort maar Krachtig, dat was het eerste. Kort maar Krachtig. Dat was echt zo'n uitprobeerseltje van een paar Nederlandse rijmpjes en een harde stompen beat. En toen dachten we, ja, dat is wel geinig. En toen kwamen er gewoon vanzelf meer nummertjes achteraan. Oké, en toen zijn jullie op een gegeven moment van daaruit dus meer jouw muziek gaan maken. En hoe kijk je terug op die eerste drie jaar van 89 tot 92, dus voordat het eerste album uitkwam. Hoe zou je die tijd, hoe kijk je daarop terug? Op die tijd? Ja, het was leuk. Het was allemaal heel losjes en ongedwongen. En we maakten een bandje wanneer het uitkwam. En het was allemaal heel... low profile, zeg maar, weet je wel. Ja, heel pretentieloos. We maakten gewoon voor de lol dingetjes en we vatten dat samen op bandjes en deelden het uit aan een paar vrienden. En je had nog geen internet en alles. Dus dat was gewoon bandjes dubben, weet je wel, met zo'n dubbel tape deck. En al onze vrienden die vonden het leuk, die gingen het ook weer dubben. En die gingen het ook weer aan andere vrienden doorgeven, enzovoort, enzovoort. Dus op een gegeven moment liepen de mensen gewoon rond met bandjes die misschien wel een tiende kopie waren vanaf ons origineel. En we kregen ook steeds meer vraag daarnaar. En toen bedacht ik mij ineens van, hey, misschien is het wel leuk en ook wel slim om met het originele bandje wat we gemaakt hebben naar een bedrijfje te gaan die het gewoon mechanisch kan dubben. En dat ik hem meteen 100 of 200 laat maken. En dat heb ik toen gedaan. En daar is eigenlijk die eerste echte officiële demo uit voortgekomen die later de rode demo genoemd werd. Oké, en als jullie nu, ik heb alle albums even opgeschreven, als we heel snel, maar in ieder geval gewoon even doorheen lopen, wat jullie eerste reactie gevoel is bij die plaat. De eerste was dus Osdorp Stijl. Ja, dat was voor mij meer een soort blueprint van... Maar ook haastwerk aan de ene kant. Ja, het was heel spontaan allemaal in elkaar gezet en heel snel en... Het was echt een soort wervelwind van dit doen we en we hebben zoveel ideeën, we proppen die hele plaat gewoon vol tot de nok. Maar ook vooral qua studiowerk, dat we echt heel snel in de studio die nummers moesten mixen en maken en zo. Ik geloof dat het in 10 dagen op is genomen en die kerel kwam elke dag te laat. Dus uiteindelijk mag je wel zeggen dat we het in 6 of 7 dagen hebben opgenomen. Ja. En tegenwoordig werken gasten in de studio 6 dagen en 1 nummer, weet je wel. We hebben gewoon 23 nummers in die tijd neergekeild. Dus het was eigenlijk een soort veredelde demo, maar tegelijkertijd ook een hele spontane blueprint van dit zijn we, dat doen we. Ja. Welke nummers springen eruit? Osdorp Stijl natuurlijk. Ja, Moordenaars, dat was toch wel de klassieker. Ja. Hart met mijn hart, die ook op de Ritme Rijmen stond. Ja. Ja, heel veel eigenlijk. Ja. Praktisch nog, Dumpty Junk. Maar Moordenaars was toch wel... De grote aandachttrekker. Ja, die was begin jaren 90, want je zei die tapejes, die waren ook doorgedrongen in Hengelo. Die had direct vandaan gemaakt, een vriend van mij heeft ook zo'n gedubt. Ja. Tussen even nog even zeggen. Dan 92 ook, roffer dan ooit. Is die snel verschenen daarna? Nou, in een jaar volgens mij. Ja, dus, het is hetzelfde jaar, maar had je nog nummers liggen? Of allemaal nieuwe nummers? Of het zijn bijna had je smaak allemaal, te pakken? Ja, het was iets wat ik wel had liggen. We waren tegelijkertijd... dat we met die release kwamen van onze debuutalbum, waren we met een tour bezig, de Rhythm & Rhyme Tour. Wij waren de enige blanke van de hele tour, we waren met 9 groepen op stap. We waren de enige die in het Nederlands rapte. En we waren gewoon qua beats ook best wel een andere stijl, weet je. Wij zijn niet zo jiggy en alles. Dus we waren op alle fronten waren we echt een soort buitenbeentjes. En dat merkte je af en toe ook wel aan het sfeertje, weet je. En het was trouwens ook echt een periode dat heel erg extreem dat pro-black gevoel leefde, weet je wel, met Public Enemy en alles. En, dus ja, wij werden er helemaal een beetje in meegesleurd eigenlijk. En ja,
af en toe merk je dat ook echt wel aan de sfeer en alles, weet je, dat je een soort buitenbeentje bent. Dus ik was daar best wel over aan het nadenken en ik had daar een aantal teksten ook met racisme als insteek. En ons debuutalbum was voor underground begrippen toch wel een klein succesje. Dus Saskia, de label-eigenaar van Jax, die wou eigenlijk heel snel al dat we een mini-cd opnamen erachteraan. Nou, dat is eigenlijk, zonder dat het echt zo bedoeld was, een soort thema-mini-cd'tje geworden over racisme. En dat werd Rover dan Nooit. En wat een speciaal nummer is ook Rover dan Nooit zelf, vond ik. Ja. Omdat het juist een offbeat nummer was. Ik had het zelf nog nooit gehoord, maar eigenlijk kwamen we er een beetje per ongeluk op. Hoe dan? Ja. Nou, we waren gewoon bezig en toen op een gegeven moment had jij zoiets van, hey, wat zou je doen als je nog een maatje extra erbij zou doen of zoiets? Ja, ik weet niet meer hoe dat ging. We waren met een Lenny Kravitz sample aan het gooien. Welk nummer? Was het Mama Set? Het was wel van Mama Set volgens mij. Ja, klopt. Die was toen net uit. Ja. En er stond wel een hele goede groove op, vond ik, in een van die nummers. En toen Freedom Train volgens mij. Ja. Of Freedom Train is van Let Love Rule. Ja, dan is hij van. Ja, dat is het. Daar hadden we een sample van en daar waren we een beetje mee aan het stoeien. En op een gegeven moment kwam er toch wel iets heel origineels uit. Volgens mij deed ik iets en dat was per ongeluk. En toen dacht ik van, hé, dit is best wel cool eigenlijk. En toen heb jij daar een tekst op geschreven. Ja. Maar dat was echt iets dat ik nog nooit eerder had gehoord in de rap. Ook niet Amerikaanse rap. Dus dat vond ik wel heel speciaal. Zeg maar, ja. En hoe dat dus, als we daar een nummer, een paar, noemen we paar, de eerste nummers die je denkt, die je van het album die speciaal zijn, is dat nummer, weet je? Ja, dat vind ik wel heel speciaal, ja. En op de distip vind ik toch ook nog steeds wel echt een klassieker die er heel hard in knalt. Ja. Ja, die doen we ook nog steeds live op de distip. Ja. Okay. Jaartje later praten we over Vlijm Scherp. Ja. Vlijm Scherp. Ik denk van al onze platen misschien wel de plaat met het slechtste geluid zo mee. Ik denk het wel, ja. Dat was echt een kutstudio. Dat was een demo studio ook trouwens. Wist je dat ook dan, toen je op een gegeven moment die plaat bezig was, wist je dan van dit is slecht geluid? Of had je dat minder door of zo? We waren jong, weet je. Die studio's en zo, we waren helemaal niet gewend. Weet je. Zij ons ook niet. Nee, daarom. Ze wisten niet wat ze met ons aan moesten. Nee. We hadden wel het idee van, volgens mij moet het wel beter kunnen klinken, maar je weet te weinig van geluid om echt op een technische manier uit te leggen wat je nou precies wil. En het was ook allemaal te low budget, te gehaast, je kon er niet meer van bakken dan dat het was op dat moment. Maar dat heb achteraf gezien toch ook wel iets heel undergrounds en spontaans ofzo, wat je als je eenmaal professioneel bezig bent er ook nooit meer zo in krijgt. En als je bijvoorbeeld, afgezien van de productie, maar de nummer zelf, hoe kijk je? Naar de nummer zelf zijn we heel goed in elkaar, vind ik. Ja, de uitwerking is gewoon, ja, dat komt omdat die tijd ook, dat is een heel andere tijd. In Nederland kon haast geen enkele band waar een enorm budget achter zat, gewoon goed op cd. Ja, en er zit ook in de tekst wel een verandering op die plaat, omdat Vlijm Scherp is de eerste cd die ik heb geschreven voor de Osdorp Ossie met de wetenschap dat de teksten ook echt op een cd gingen komen. Die andere twee daarvoor, dat was allemaal spul wat ik nog had leggen. Maar hoezo? Merk je dat op een gegeven moment dat je daardoor anders ging schrijven? Ja, want op Vlijm Scherp staan voor het eerst ook echt dingen over de scene en over de media. En weet je, dingen die we naar ons hoofd hebben gekregen door die eerste twee albums waar ik weer op reageer. Weet je wel? Dus vanaf Vlijm Scherp is het veel meer een soort heen en weer spel geworden met vraag en antwoord, actie en reactie. Dus misschien weet je toen ook meer je hoofd bewust van het feit dat je op een gegeven moment ook gewoon een eigen stem had, terwijl ervoor was het misschien meer... Precies, ja. Vandaar ook dat op die album het nummer Dood aan de Radio staat. Ja. Wat weer een reactie is op gewoon hoe we eigenlijk genegeerd werden al die tijd, terwijl wij geven toch zoiets hadden van shit, maar we doen eigenlijk iets heel origineels en niemand doet het. We krijgen steeds meer navolging en ze doen gewoon net of het niet bestaat, weet je, op de radio. Dus dat soort reacties komen daar weer op. Heb je ooit nog een reactie op gehad? Op Dood aan de Radio? Ja, gewoon dat je met mensen van de radio erover gesproken hebt? Oh ja, ik was bereid om met iedereen te discussiëren, alleen zij niet zo met mij, denk ik. Dood aan de Radio, ander nummer waar je hebt gezegd van dat... Daarop? Ja? Trek Vlijm Scherp, Geen Slappe Tos Op, staat er ook op. Ja. Dat was een combinatie met Nevionic. Die was wel... daar toerden we eigenlijk al mee. En toen eigenlijk kwamen we in de backstage
ja, tot de grap om geen slaap te dossen op No Sleep to Brooklyn te spelen als laatste nummer. Als toegift eigenlijk, omdat we eigenlijk al niks meer hadden. En toen eigenlijk hebben we dat nummer uitgewerkt en op fluit scherp gegooid. Dat was wel een van de hoogtepunten van de plaat, denk ik. Maar kun je ook zeggen dat toen steeds meer de metal erin kwam? Of was dat? Ja, daarvoor ook. Daarvoor ook al. Nou, fluit scherp is wel voor het eerst dat echt duidelijk hoorbaar, denk ik hoor. Want op Osdorp zijn Rover en Lloyd bijna niet één gitaar sample. Ja, akkoord. Een gitaar, een Slayer sample. Ja. Om iets te doen. Ik dacht Rover dan ooit is meer, meer hip-hop. Maar op Osdorp staat dat best wel Rover shit eigenlijk. Maar goed, inderdaad, het is wel zo inderdaad. Er zit wel een bepaalde kentering in. Ja, je hoort ook dat we steeds meer naar een eigen geluid ertoe groeien, vind ik, op die eerste drie platen. Want op de vierde, daar zou je niet toch wel naartoe willen gaan, neem ik aan. Weet je, dat is Afslag Osdorp. Toen vielen ineens al die puzzelstukjes samen, weet je. Welke wat waren dat voor jezelf, die puzzelstukjes? Nou, van een eigen geluid. Kijk, je moet je voorstellen, toen ik begon met in het Nederlands rappen, niemand anders deed dat. Achteraf zegt elke boerenlul dat hij oldschool is en dat hij ook Nederlands rapte in die tijd. Maar geloof me, niemand deed dat. Niemand verspreidde bandjes of deed dat op een podium. Ik had geen inspiratiebronnen. Ik moest alles zelf uitvinden. Dus die eerste nummers die ik schreef, die waren, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Nederop van nu en de skills die gasten nu hebben, zijn die vrij primitief nog. Ja. Hoewel ze textueel inhoudelijk, naar mijn mening al, veel verder gevorderd waren dan de meeste gasten nu. Maar de flows die zaten er nog niet zo in als men nu gewend is. En je hoort ook dat we in beats steeds meer naar een eigen sound aan het toegroeien waren. Omdat steeds meer die originele hoeken erin kwamen. Van metal samples en klassieke samples en weet je, koren met stemmen en zo. Filmmuziek, sferische dingen. En ik denk dat op Afslag Osdorp al die ingrediënten voor het eerst echt goed samenkwamen, ook op een manier waarop wij dat zelf graag wilden. Omdat we toen voor het eerst een klein beetje meer budget en ruimte hadden om ons echt creatief te ontplooien. Onderschrijf je dat met die beats voor jezelf, als je dat zelf op terugkijkt nu? Ja, zeker weten. Maar in Afslag Osdorp zat ook meer tijd eigenlijk. Want de eerste cd's zijn best wel snel opgenomen. En ook inderdaad in de studio snel opgenomen. Dit was ook de eerste cd waar maar 18 nummers op stonden eigenlijk. Er stond er 23 op de eerste en de tweede. Ja. Dus ja, maar het was inderdaad, de beats werden net zo extreem als de tekst soms. Oké. Okay. Ja. Even een vraag heel tussendoor waar ik wel heel benieuwd naar ben. Hoe werken jullie samen? Kom jij met een tekst aan of kom je met een beat aan? Of? Nou, meestal heb ik eerst de tekst klaar. Ja. 9 van de 10 keer eigenlijk. Okay. Heel af en toe bij een beat en dan maak ik er wat op. Ja, sporen. Maar dan heb ik vaak ook nog wel iets liggen. Dus ja, 9 van de 10 keer geef ik hem de tekst. En dan leg ik uit wat de sfeer is en het tempo. En dat zijn voor hem eigenlijk de ingrediënten om te gaan bouwen. En hoe ga je dan verder? Nou, meestal, soms zoeken we een beetje zelf de sfeer uit van een nummer. Kijk, een bepaalde tekst heeft een bepaalde sfeer natuurlijk. En dan ga ik daaromheen bouwen en dan werk ik daaromheen. Maar goed, vroeger werkten we weer. Zo is het geëvolueerd eigenlijk. En tegenwoordig, hij schrijft gewoon veel sneller teksten dan ik muziek maak. Plus, ik doe natuurlijk nu ook een heleboel videobewerking erbij. Dus dan wordt het wat moeilijker om dingen te doen. En omdat de geluidskwaliteit van tegenwoordig is zo goed. Dat er komt veel meer werk kijken bij het mixen en bij de samples zoeken. Als vroeger. Vroeger pakte je gewoon van een gewoon bandje je sample af. En dan was je klaar. Maar tegenwoordig begint de geluidskwaliteit natuurlijk ook met de samples die je zoekt. Dus ik denk dat mijn werk wat intensiever is geworden. Okay. Dus daardoor dat ik veel, veel langzamer ben. En dat was ook, dat ben ik ook niet. Hoe is het veranderd? Als je bijvoorbeeld die samenwerking omschrijft. Kun je dat aangeven? Ja, we zijn veel meer op elkaar ingespeeld nu eigenlijk. Ja, ik denk juist van behalve wat hij net uitlegde, dat het technisch allemaal veel intensiever is geworden. Dat de creatieve samenwerking niet zoveel veranderd is. Nee. Eigenlijk doen we al 15 jaar gewoon teksten schrijven, beats erop bouwen en er een pakkend geheel van proberen te maken. Ik vind het wel apart dat op een gegeven moment dat de teksten dus in principe de basis zijn. Het zou kunnen zijn dat de beats de basis zijn. Maar bij de meeste hiphopgroepen is dat ook zo. Mm-hmm. Die zitten gewoon, die zetten gewoon een loop aan. Ja, en dan gaan ze de hele dag zo het bobbend aan tafel zitten te schrijven op die loop, weet je wel. En het is ja. Ik vind, je hoort het er ook aan af, dat het altijd op loops zijn geschreven. Hoe dan? Nou, ik vind de meeste hiphop vrij monotoon.
En niet dat ik dat erg vind, ik vind het soms ook wel lekker, maar ik vind bij ons zit er veel meer dynamiek en afwisseling in de muziek. Veel meer heftige stukken en dan weer rustig, dan weer een breekje, dan weer een bruggetje. Het zit allemaal wat technischer en bedachter in elkaar en dan het alleen maar één dreun is, weet je wel. Is dat voor jou niet moeilijker? Ja, echt. Om zo te maken. Want jij moet... Maar anders vind ik het saai ook. Okay. Ik vind die loopjes vind ik saai. Op een gegeven moment heb ik het gehoord. Dus kijk, als je die muziek maakt hier, dan hoor je het natuurlijk al 500 keer. Als je hem inrapt, dan hoor je het 500 keer. Als je het mixt, hoor je het 500 keer. Maak je een clip erbij, hoor je het nog 500 keer. Ik heb zoiets van, ja, het moet blijven boeien gewoon, weet je wel. En ja, loopjes boeien me gewoon niet. Eigenlijk kan een minuut al niet meer. Dus ja, je wilt gewoon überhaupt nummers maken met een kop, start, een eind en een break. Tegenwoordig hoor je gewoon het loopje, break met een scratchje erin. Hetzelfde loopje. Ja, dat is gewoon, ja, voor mij is dat, ik hou er niet van. Eigenlijk hoorde ik het begin, N.W.A. Dre deed het altijd. Dat vond ik wel heel erg dope van zijn stijl, dat je steeds beatbreaks gebruikt, steeds andere dingen. Dat, ja, dat, zo wil ik het ook doen. Eén vraag hierover, is er nog een voorbeeld van een nummer waarbij je op een gegeven moment echt hebt moeten zweten om op een gegeven moment de juist, om een tekst in, om op een gegeven moment de beat af te krijgen? Hoe bedoel je? Nou, dat je bijvoorbeeld zegt dat hij bijvoorbeeld hier had komende tekst aan. En dat je op een gegeven moment echt zoiets zegt van, joh, hoe ga ik dit nu oplossen? Heb je bijvoorbeeld een nummer waar je echt van lang op hebt boven zweten om het op een gegeven moment goed te krijgen? Elke plaat heb je één zo'n nummer. Oké, okay, deze plaat die je nu hebt gemaakt. Ben ik ook niet van de nieuwe? Ja. Ja, die heb ik eigenlijk, hebben we doorgesluist. Dat is Carpe Diem geweest. Okay. En ik heb daar meerdere versies van gemaakt en dat kwam gewoon niet uit voor mijn gevoel. En toen heeft dus die DJ vroeger... Dezelfde Dof, ja. Okay. Ja, want die zou eigenlijk een remix van Scheidraad Ventilator maken. En daar was hij nog best wel mee in de stijgers, zeg maar. Dus toen vroeg ik aan hem, van, vind je het niet leuk om gewoon echt een nieuw nummer te maken voor de plaat? Zei hij, ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Toen hebben we Carpe Diem aan hem gegeven. En ja, je kan op de cd horen wat eruit is gekomen. Okay. Het is een vrij vrolijke nummer vergeleken met onze eigen stijl. Maar dat past dan ook weer goed... bij de tekst eigenlijk, want ja, Carpe Diem plukt de dag, weet je wel. Dus ja. Ik vond het wel leuk samenvallen.